Ik wist niet dat er een leukere auto bestond eigenlijk dan mijn GT3 Touring. Tot ik in deze GT3 Touring Roadster Speedster heb gereden. Ja, Drivers Dream kijkers, goed dat je kijkt. We zetten de klok 3 jaar terug, 2019. Want Porsche was eigenlijk al lang en breed begonnen met de productie van de volgende generatie 911, de 992. De coupé was al op de markt, de cabrio. En toen besloten ze toch nog als finale uitsmijter, want uitmelken, dat kunnen ze wel bij Porsche. Hè. We hadden al de GT2 RS en de GT3 RS en nog allemaal versies gehad. Ja, toen kwam toch de allerlaatste 991 nog op de markt, de Speedster. En 3 jaar later staat hij hier op Driver's Dream. En waarom staat hij dan op Driver's Dream? Nou ja, gewoon omdat het een fantastisch lekkere auto is. Dat ten eerste. Ten tweede, het is wel echt een speciaaltje. 1948 stuks, zoveel zijn er wereldwijd maar van gebouwd. En ja, achterin die 4 liter GT3 blokken, die 4 liter 6 cilinder ligt hier atmosferisch. Een handgeschakelde versnellingsbak. Dat je denkt, ja, wacht even, die specs heb ik eerder gehoord. Nou inderdaad, mijn GT3 Touring, jawel, die heeft exact dezelfde specs. 10 pk meer deze speedster, maar Allah, 510 pk. Het is ook nog eens een keer hetzelfde kleurtje. Jawel, krijtgrijs. Dus ja, we hebben vandaag een speciale missie. Dan gaan we nog heel veel meer over deze speedster vertellen. Want ja, een speedster is wel iets bijzonders. Daar zit wel een verhaal aan vast. En wat gaan we nou doen? Nou, we gaan eventjes rijden naar Next Level. Dat zit bij Porsche Gelderland, daar ergens in de buurt. In Heteren. En ja, daar wordt op dit moment gewerkt aan mijn GT3 Touring. Want die wordt in de X-pijl gezet. En ja, dan heb je gewoon in het krijtgrijs de twee lekkerste 991 Porsches. Nou ja, GT2 RS, GT3 RS mogen er ook zijn natuurlijk. Hè? Maar twee hele lekkere 991 Porsches naast elkaar. En ja, ik zei het al, stiekem vinden wij de 991 misschien wel de mooiste 911 ooit gebouwd hier op Driver's Dream. Want die 992, zeker als je die cabrio hebt, hè, die hoge bult achterop, die bultrug. Ik vind het een minder mooie auto dan de 991, dat is persoonlijk. Maar ik wil deze twee wel eens even naast elkaar zien. Ga je mee? Het is tijd om een stukje te rijden en ja, dat gaan we natuurlijk open doen. Want ja, een speedster, als er één cabrio is die je open moet rijden, dan is de 911 speedster wel. Alleen, normaal zijn we dan op het punt dat je eigenlijk gewoon op één knopje in de auto drukt en dan gaat het dakje open. Sterker nog, je kunt gewoon een knopje op de sleutel ingedrukt houden en dan gaat het dakje open. Niet in een speedster. Ja, dat moet dus gewoon nog handmatig. Hier in het midden zit, zoals eigenlijk bij elke 911, het knopje voor de kap. Maar zoals ik al zei, hij gaat niet open. Wat er nu gebeurt is eigenlijk dat alleen de achterklep open gaat. Een klein stukje, let op. Ramen gaan naar beneden. En op dit moment zijn alleen twee flappen die omhoog schieten. Nou ja, ik ga het allemaal vertellen. De hele klep van de speedster, dat is trouwens een heel licht ding, weegt een kilootje of 10. Compleet van carbon fiber, koolstofvezel opgebouwd. Super licht, dus dat hebben ze echt wel knap gedaan. En verder moet je hem dus handmatig openen. Deze stoffen kap. En ik heb dus ooit best wel lang een BMW E30, een 320 automaat cabrio gehad. En die moest je ook optillen, klepje. Nou, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Al schuift hij hier natuurlijk wat makkelijker. Maar dit gaat gewoon compleet handmatig. Klep valt hierachter. En dan doe je deze klep weer zelf dicht. En ja, dat is waar deze speedster natuurlijk voor is. Eindeloos toeren, maar wel open. En komt er dan een regenbui, ja, dan ben je misschien even een minuutje aan het klungelen. Nou, kijk even naar de lijnen zo. Hè, met deze hubbel-bubbel, zeg maar, die een beetje die Sagato, zo was dat vroeger, dat hij een beetje twee van die bobbels zo had. Ja, dat is echt de speedster kenmerk op die motorklep hier. Achter, ja, dat, hij heeft die lange kont, extreem lange kont. Dat zie je normaal nooit op een 911. Ja, dat staat wel echt cool.
Niet alle spitsers zijn mooi. Sterker nog, bijna geen één spitser vind ik echt mooi. Neem de vorige generatie. Hij is ook lang niet gemaakt. De 996 hebben ze niet eens gedaan. Bij de 993 eigenlijk ook niet. Zijn er twee gemaakt. Eentje was toen ooit nog voor Jerry Seinfeld. Bij de 997, ja, daar hebben ze het echt wel opgepakt. Maar toen werden er ook 356 stuks van gemaakt. De meeste allemaal in dat smurfblauw. Ik vond dat niet zo'n mooie auto. Hier hebben ze gezegd, we maken er bijna 2000. Wat wereldwijd nogmaals nog steeds niet veel is. Maar het is ja ook niet meer echt uniek. Alleen ja, de lijnen zoals die hier staat. Ik vind het een plaatje om te zien. Nou, genoeg gekletst. We gaan eindelijk instappen nu. Kappie is open. En ja, jongens, we kunnen gaan rijden. Het is droog vandaag. Het is niet de beste dag. Maar zonnebrilletje gaat gewoon op hoor. En dan gaan we eens eventjes gassen. Het begint te regenen. Luie cameraman heb ik ook weer. Echt waar. Ja, dat bedoel ik dus. Je wordt dus overvallen door een regenbui. Dit is Nederland, dat kan. Ja, en dan moet je dus aan de bak. Leven met een speedster in Nederland. Ja, de druppels komen. Het is echt zo'n en-en dag. Het kan dus regenen. De zonnetje kan schijnen. Ja, en dan gaat hij dus nu gauw kapper op. Zie je, dan blijven die flappen zo weer staan. Je moet de kap ook nog niet geheel sluiten, want dan past deze klepje niet. Het klepje gaat dicht, dan moet je echt wel even een duw aangeven. Deze flappen gaan vervolgens dus ook handmatig weer. Dus dan kan je niet op een knopje drukken, maar die gaat vrij makkelijk hoor. Maar je hoort klik. En dan hoor je hier dus klik. En dan moet je de kap zeg maar met het knopje in de middenconsole echt sluiten op het raam. En dan kunnen we weer gaan, want het druppelt. Ja, we zijn compleet, het is niet koud, maar ja, het is zo'n dag dat er een beetje onweer is. Een beetje regen, een stukje blauw. Wisselvallig, hè, noemen ze dat. En ja, het dakje zit er dus wel weer op. En vervolgens gaan we maar weer een strookje blauw opzoeken. Overigens het feit dat deze 911 Speedster handmatig bediend moet worden, althans de kap, heeft te maken met gewichtsbesparing. Want ja, als die vol elektrisch zou worden, dan komen er weer allemaal hydraulische systemen en batterijen bij. En daar wordt die auto natuurlijk weer zwaarder van. En ze hebben allerlei dingen uitgehaald om gewicht te besparen. Hè. Zo zitten geen deurgrepen in, maar moet je hier aan ja, kun je hier aan de hendel trekken. Officieel zit er nog niet eens een navigatiesysteem in. Dat kun je dus achteraf wel laten inbouwen, maar zit hier gewoon een leeg vak. Nou, zo zijn er allerlei dingetjes gedaan om gewicht te besparen. En hij weegt, ondanks dat het een cabrio is, dus hij heeft wel wat versteviging nodig, slechts 50 kilo meer dan een GT3 Touring. Want ja, je kunt eigenlijk deze auto zien als de GT3 Touring cabrio. Nou, hij zit nog steeds op een 1460 kilo, wat als je het vergelijkt met concurrenten zoals de McLaren 600 LT Spider, ja, is die nog wel aan de zware kant. Maar ja, daar gaat het in wezen natuurlijk niet om bij de Speedster. Wel dat die voor een Porsche 911 licht is. Maar het is niet een meest. Het is geen trackmonster, daar is die ook niet voor bedoeld. Wat het wel is, is gewoon een enorme fun auto die als absolute hot selling point heeft. Een zescilinder die nog atmosferisch is, dat het nog kan hè, bij Porsche en die handbak. Ja, dat zijn de hoofdingrediënten. Plus, als het zonnig is, als niet hier nu vandaag, ja, dat dak eraf kan. En dat je dan op een bochtige B-weg in Zuid-Frankrijk, in Amerika of in Spanje rijdt. Ja, en dat je dan volgens mij
echt in driving heaven bent. Ah, wat een feest. Je zit gewoon weer 5 minuten in die auto en die spiraal komt onmiddellijk terug. En ja, die motor, dat geluid en dan die handbak. Dit is gewoon zo'n feestje waar je meteen instant vrolijk van wordt. Hoor je dat? Dat is reffen all the way naar 9000 toeren. En dan ga je schakelen. Ja, en dan begint het helaas, ook hier wat harder te regenen. Dus ik ga wat rustiger rijden. Maar deze auto, en dan hebben we het natuurlijk over de GT3 Touring of de Speedster. Dat maakt in dit geval even niet uit, want het blok is los van die 10 pk gewoon compleet hetzelfde. Ja, dat is feest. Daar word je gewoon instant altijd vrolijk van. De introductie van deze auto, die was op Sardinië in juni. Dus dan zie je heerlijke lege wegen en je ziet een zonnetje. Nou, dit is de reality in 2022. Regen en een dikke tractor. Maar goed, het is natuurlijk wel interessant om te kijken wat er nu bijvoorbeeld met de prijzen van deze Speedster zijn gebeurd. Want eigenlijk al bij de introductie werd geroepen, ja, dit is echt zo'n een investeringsauto. Officieel mocht je hem ook alleen kopen als je kon aantonen dat je al meerdere Porsches had. Nou, dat is dan natuurlijk altijd makkelijk te omzeilen, want Porsche wil natuurlijk die dingen gewoon wegzetten. En ja, ze zijn nu, als je op gaspedaal of mobiele kijkt, ja, wel een stuk zeldzamer geworden. Want in Nederland staat er inmiddels geen één meer te koop. En er stonden tot een half jaar geleden nog wel 2 of 3 te koop. En allemaal zo'n beetje dan in Nederland, nou, tussen de 3,5 en de 400.000 euro. Dat is een beetje gelijk aan de introductieprijs, althans op Nederlands kenteken. Deze auto kostte in de basis 357.000 euro. En ja, dat is een hele sloot geld. Maar nogmaals, hij is gelimiteerd en de vraag was nou eenmaal vele malen groter. Dus ja, als je nu kijkt, en er staan er wel een paar te koop, niet veel. Want er is gewoon een enorme run op Porsches met een handbak. En met name van de wat oudere types, de 991 en de 997. Daar is de handbak is meer waard, dat is ook bij Ferrari zo, dan de automaat of de flippers. Maar goed, die 993 Speedsters die bevinden zich nu een beetje ook in datzelfde spectrum. Tussen de, afhankelijk van de kilometerstand natuurlijk, 3,5 ton, 4 ton en iets daarboven als het een hele speciale kleur is. En hij heeft bijna geen kilometers gelopen. Ja, dan is die gewoon ontzettend waarde vastgebleven. Niet dat hij nou heel veel meer waard is geworden. Misschien dat het nog gaat komen. Maar hij is zeker niet gezakt in prijs. Cijfers, ja, 0 tot 100, dus 4 seconden. En dat komt ook natuurlijk een beetje door dat schakelen. Top van 309 km per uur. Dat zijn voor een Porsche 911 prima cijfers. Echt niet de meest spannende cijfers, dat weet ik ook wel. Maar ja, daar is de Speedster niet voor bedoeld. De Speedster is voor heerlijk op snelheid cruisen, die motor laten reffen en genieten. Echt vol genieten van een auto, ja, die je nog kicks brengt op een 1.0 manier. En ja, dat is lekker. Oh, hallo. Ja, het dak is naar beneden inderdaad. Het is op dit moment weer super zonnig. Ja, jongens. En dit is waar deze Speedster voor bedoeld is. Deze auto rij je eigenlijk zodra het maar kan. Laten we hopen dat dat 90% van de tijd is open. Een gewone cabrio die rij je af en toe ook wel open. Misschien meer met het dak dicht. Maar deze auto, die moet je openrijden. En dan is dat orkest achter. Die atmosferische 4 liter 6 cilinder. Het mooiste feest wat er is. Ja, tussenbalans. Dit is ook wel gaaf. Ik hou niet van een 911 cabrio. Omdat ik, ja, domweg de coupé de lijnen mooier vind. Maar met die Speedster, ten opzichte van mijn GT3 Touring, of de GT3 Touring Roadster, zoals ik het noem, is wel heel gaaf. Het voordeel van deze Speedster, oh, ben je er nog,
is dat je geen enorme snelheden hoeft te halen. Deze auto laat zich gewoon op relatief rustige snelheden, gewoon zoals nu, heerlijk genieten. Omdat je altijd, als het goed is, dat zonnetje bij hebt. En dit. Klein tunneltje. Nog even die 9000 toeren. Deze auto heeft geen accra of wat dan ook nodig. Niets. Alleen maar gewoon zingen met zijn motor. De zingende motor. En toch, ik zat te denken, we hebben natuurlijk vorige week met die McLaren 765 LT Spider gereden. Super, super snel. Veel sneller dan deze speedster. Mes scherp. Scherper dan deze speedster. Mooier. Nou, in ieder geval imposanter. Dit is gewoon weer een 911 in een andere variant. Dus die McLaren is veel exclusiever. Maar leuker. Ja, weet je, dit is een zescilinder die zingt met die handbak. Dat maakt voor mij toch net even dat al die andere argumenten in het niet vallen. Ik zou toch voor deze gaan in plaats van die McLaren. Dat is wel gek, hè? Ik wist niet dat er een leukere auto bestond eigenlijk dan mijn GT3 Touring. Tot ik in deze GT3 Touring Roadster Speedster heb gereden. Ja, dat is wel erg, hè? Maar ja, zo het zonnetje erbij. Terwijl, ik hou niet van een 911 Cabrio, maar... God, wat is dit een gaaf ding. En mooi. Zo, en we zijn bijna bij Next Level Cars. Het is gewoon lekker droog gebleven. Dus je kunt het wel aan mijn haar zien. Hè? En we hebben heerlijk open gereden. Stukje snelweg. Ja, en daar staat dus mijn GT3 Touring in hetzelfde kleurtje. Ja, die wordt op dit moment in de folie gezet. Tegen de steenslag en alles. En het is natuurlijk wel even een heel wijs plaatje om twee van deze... auto's bij elkaar te hebben. En ik ben ook even heel benieuwd hoe het inmiddels gaat met dat project. Het is natuurlijk altijd wel even wat hier altijd allemaal staat aan feest. Ja, we gaan even snel kijken, want er zal vast wel weer iets leuks staan. Tadaa! Nou, daar zijn we bij Next Level. En terwijl ze mijn GT3 Touring nog helemaal in de folie aan het zitten zijn, daar gaan we straks wel even kijken, gaan we even snel kijken wat hier allemaal staat, want hier staan altijd pareltjes. Is dit de duurste 992 GT3 van Nederland? Denk het wel, hè? Een zondenfarbe noemen ze dat. Oftewel een speciaal kleurtje, die PTS kleur, hè? Sleegrijs, als ik het in mijn beste Duits zeg. Best wel heel apart. En alles carbon, hè? De wielen, moet je kijken. Helemaal carbon. Ja, carbon spiegels, carbon dak. En hier dus van binnen alles carbon. En wat is nou bijzonder aan deze 992 GT3? Het is gewoon een handbak. Ja, en zoals het hoort, zou ik bijna zeggen, bij de 992 GT3, een taartschep. Want inmiddels is deze uitvoering eigenlijk bijzonderder dan de GT3 Touring. Want de 992 is weer zo populair dat je eigenlijk de GT3 meer zonder vleugel ziet dan met. Maar deze is nog met vleugel en dus handbak. Bijzonder. Ja, en mijn oog viel op wat rood hier, want terwijl ik tussen de Lamborghini Aventadors loop, hier staat er eentje, hier nog twee SVJ Roadsters, staat hier toch wel iets heel bijzonders. Ferrari 812, maar compleet Novitec. Enorm uitgebreid, dus er zit een enorme bak spinazie tegen aangekwakt. Dat zie je wel vooral aan de achterkant, maar ook hier, hè, splitters, motorisch ook aangepakt. Standaard 800 pk op je achterwielen, niet echt lullig. Deze is naar... Nou, schrijf maar in de comments. Hoeveel heeft een Novitec en Largo GURP? Roep eens wat. 850. We maken er gewoon 850 van. Maar het is wel een bijzonder ding, want er worden er maar 18 van gebouwd. En dit is, bij mijn weten, de eerste in Nederland helemaal Novitec gebouwd. Staat hier bij Next Level. Wel bijzonder, hè? Terwijl al dit droomspul hier nog staat, gaan we nu even boven kijken bij het plakken van mijn nederige GT3 Touring. Die valt een beetje... Nee, het is gewoon ook lekker. Maar we gaan even kijken. Tada! Nee, dit is... Oh, de deur valt even dicht. Dit is niet mijn nieuwe cabrio, maar ik wil hem wel even laten zien, want dit is echt wel uniek. Een Bentley Continental GT, GTC, want het is de cabrio. En dan helemaal Mansory of Mansory. Ik weet nooit wat je moet zeggen, maar dit is wel dik. Alles carbon, motorklep, splitter voor, achter, de wielen, de spiegels en dan het oranje interieur. Ja, heel gaaf. Kijk nou, ik moet zeggen, ik ben normaal niet altijd van de Tupperware en dat soort dingen. Maar en Mansory kennen we eigenlijk vanuit het verleden van best wel over de top.
Maar als het hier nu zo staat, ja, is het best wel heel ingetogen. En ja, is het resultaat best wel dik. Wauw, kijk, hier zijn ze dus bezig met mijn Porsche. Hey, hoe lang zijn jullie nou in totaal bezig dan met zo'n project als dit? Dus niet een hele grote auto natuurlijk, een 911. Nee, klopt. Ja, gemiddeld een werkweekje, 5 dagen ongeveer. 5 dagen? Ja. Wow, oké. Okay. En dan haal je alle onderdelen eraf of bepaalde onderdelen? Want... Het ligt een beetje aan de moeilijkheidsgraad. Ja. Kijk, dit is redelijk klikwerk, dus dan halen we eraf. Omdat dan makkelijker is om de randjes te verdwijnen. Ja. Maar over het algemeen laten we alles zitten. Omdat de patronen zo gesneden zijn dat het eigenlijk niet nodig is om iets te demonteren. Oké. En je bent nou met de deur bezig, zie ik. Dus klopt. Is dan weer een half dagje werk wel meestal? Of, Alleen een deurtje. Ja? Nee, een deurtje, een uurtje, anderhalf uur. Ah, oké. Nou, dat valt mij. Dus. Zeker. Ah, het ziet work in progress, maar het ziet er wel echt heel gaaf uit. Dankjewel. Yes. Kijk, en dat folie is dus zo doorzichtig en dat zit er zo mooi op. Het dak is bijvoorbeeld al in de folie. En de deur nog niet. Nou, zie jij het verschil? Ik niet. Nou, ze zijn nog wel even bezig, een dag of 1, 2. En dan gaan we volgende week, als die klaar is, dan gaan we de GT3 Touring weer ophalen. Ondertussen, ja, daarvoor deden we het ook natuurlijk dit shot, hè. De twee krijtgrijze 991 GT3's naast elkaar, oftewel de GT3 Touring en officieel de Speedster. Maar ja, ze zijn natuurlijk wel redelijk identiek qua motor, qua kleur en ja, qua looks. Echt wel een uniek plaatje. Terwijl het buiten redelijk begint te waaien en te stormen, is hier nog even het dak eraf. Dak moet er nog wel op, want we gaan weer terug. In ieder geval was dit Driver's Dream voor deze week. Ik wil de eigenaar bedanken. Ik wil Next Level nog even bedanken dat we even dit shot konden maken. En dan zeg ik ciao, bye, arrivederci.